Nou, dit is de nieuwe woning van Peter. Het is nog niet helemaal zoals ik het wil, maar er was lelijke meubeltjes hier en daar en ik moet nog wat verder inrichten. Maar het gaat met name om de ruimte. Hier is een soort van schouwtoestand. Hier is een woonkamertje met toch wel lelijk bankstel. Een tafeltje waar ik wel wat mee kan en dit gaat eigenlijk wel. Het uitzicht kunnen we even niet zien, film ik morgenochtend wel. Wat wel lekker is als je binnenkomt, is dat je gelijk een stuk open stuk hebt. Waar gaan we eerst heen? Dit is een soort van etenkamertje, tv'tje. Moet nog een joekel van een LCD-schermpje worden. De keuken is eigenlijk wel het meest triest. Daar moet ik nog wel wat aan laten doen. Gordijntje daarvoor en zo bijvoorbeeld. Oké, waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Nou, de woonkamer hebben we net gezien, de schouw hebben we net ook gezien. Het bed is niet onbelangrijk. Het is aan deze kant. Maar hier moet nog een fatsoenlijk gordijn komen, dat hebben we zomaar even opgelost. En bed en een fatsoenlijke klerenkast moeten we ook nog even kopen. Dat koopt de huisbaas van de week. Dan de badkamer. Op zich is prima. Toilet, of bak, badtoestand. En ook hier kun je lekker naar het taartje kijken. En deze kamer is nog wat leegjes. Maar hier staat in ieder geval een joekel van een bureau, lampje, laptop. En morgen film ik dus even het park wat je nu dus niet kunt zien. Sinja tu madre. Oké. Dus nog even snel. Slaapkamer. Eetkamer. Keukentoestand. Woonkamertoestand. Schouw. Nou, hier weet ik nog niet of ik die zo leeg laat of dat ik daar nog wat mee ga doen. En hier is dus de binnenkomst. Nou, volgens mij heb je nu wel een redelijke beeld van hoe het er hier ook uitziet. Nou, hier op zich netjes en hier is de trap omhoog en omlaag. Wat nog wel leuk is, kan ik morgen nog wel even filmen. Hier kun je hem ook, is nog een soort van dakterrasje. Dus, alright, dat was hem dan. En zo.